Leuk dat je bekijkt naar een kijkje in de keuken. Elke aflevering met een speler uit de Keukenkampioendivisie. En deze week zijn we te gast bij de aanvoerder van Jong FC Utrecht, Mitchell van Rooyen. Wat is FC Utrecht voor een club? Ja, vooral een hele warme, mooie club waar jonge spelers ook door kunnen groeien. Bij welke speler uit het eerste helft kijk je echt tegenop? Ik heb wel dat ik bij Urbi Emmanuel zo'n grote carrière gehad. En ik vind dat wel een hele goede speler. Ze straalt hij ook uit op de trainingen, wedstrijden. Ik vind Adam Maher en Simon Gustafsson ook. Maar ik denk dat Utrecht momenteel een hele goede selectie heeft. Al meer dan 70 wedstrijden in de Keukenkampioendivisie actief ben je. Wat is je mooiste moment uit de Keukenkampioendivisie? Mijn mooiste moment is toch wel dat ik vorig jaar een hele mooie goal heb gescoord. Ja, tegen Helmond Sport. Ja. Ja, dat is, kan je me een beetje beschrijven? Ja, nou ja. Voordoen. wordt lastig, dan scheur ik alles af. Maar nee, de bal ging naar de rechterkant bij ons en ik stond als buitenspeler aan de binnenkant, kwam voor de goal. En er komt de voorzet van rechts en de bal kwam iets achter mij en ja, ik moest er wat mee doen. En toen, dat hij er dan zo op deze manier invliegt, dat verzin je niet en dat is prachtig. We zitten al in de keuken, maar kan je ook een beetje koken? Een beetje koken, ja. Eigenlijk kook ik niet zoveel thuis. Ik kan een pastaatje maken omdat ik weet dat dat belangrijk is voor een sporter. Ik kan rijst maken en kip, dus, maar dan ja, heel veel. Dan moet ik van het pak af gaan lezen. Ja. Dus, maar echt pasta, vooral pasta. Hey, is het niet af en toe dat je, daar ben ik echt heel benieuwd naar, klop je niet een keertje aan hier bij de Skybox bij Wesley Sneijder? Om gewoon om advies te vragen of iets in die richting? Nee, ja, sinds dit seizoen heeft hij Skybox inderdaad. En, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem nog niet gesproken, nee. Hey, als je bij Wesley Sneijder aanklopt, hè, wat zou je hem dan willen vragen? Ja, hoe hij wegdraait tussen de linies en waar hij positie kiest. Ik denk dat voor mij, ik ben natuurlijk niet zo lang nog middenvelder. En ik hoop dat hij mij daar dan in, nog meer in kan helpen en nog meer verbeteren hoe ik positie moet kiezen tussen de linies. En ik denk dat vooral het belangrijkste is. Onder Erik ten Hag was je al dichtbij een debuut voor het eerste elftal van FC Utrecht. Hoe is Erik ten Hag? Ik vind Erik ten Hag echt een tactisch zo'n sterke trainer. Ik heb daar ontzettend veel van geleerd, moet ik zeggen. De keren dat ik meetrainde, die tijd, die periode. En hij nam me mee inderdaad ook naar het buitenland als we Europees hadden. En dan zat ik weliswaar niet bij de selectie, maar hij heeft me wel meegenomen. En daar leer ik zelf ook meer van, ervaring. Hij heeft ook, voordat hij wegging, heeft hij mij vooral gezegd dat ik gewoon mijn ding moest blijven doen. En geloof in mijn eigen talent en ja, nu probeer ik weer op de deur te kloppen bij het eerste. Mitchell, heb je tatoeages? Jazeker, ik heb 3 tatoeages op mijn rug. Dat staat voor de sterrenbeelden van mijn ouders en mijn zusje. Oh, mooi man. Ja, ik wilde iets, en hun initialen staan er ook onder. Ik wilde iets met betekenis en zij staan altijd achter mij en ze hebben mij altijd gesteund, nog steeds. Welke track luister je voordat je de training opgaat? Of het veld opgaat voor de wedstrijd? Ja, voor een wedstrijd dan luister ik toch wel even in de bus of dan luister ik toch wel even Eye of the Tiger. Dat is de opkomstmuziek hier in het stadion. Dus dat luister ik toch nog wel even, zodat ik er alvast lekker in kom. Mitchell, ben je een beetje actief op social media? Ja, meestal de dag van de wedstrijd post ik wat in mijn verhaal op Instagram. Zodat in de hoop dat er veel mensen komen kijken naar de wedstrijd of gaan kijken op tv. En verder na de wedstrijd dan post ik meestal iets. En af en toe een klein kijkje in mijn privéleven. Tot slot, Mitchell. Heb je ook een bijgeloof? Ja, ik heb wel een standaard ritueel dat ik altijd mijn... ik heb dezelfde onderbroek altijd aan tijdens wedstrijden. Ja, dus ik was hem wel daarbij, maar het is wel dezelfde zwarte onderbroek altijd. Dus, dat brengt geluk volgens jou. Gewoon. Voor mij brengt dat geluk inderdaad. En dat heeft mij tot nu gebracht waar ik nu ben. Mm-hmm. En ik hoop nog veel verder. Ik ga je heel veel succes wensen bij Jong FC Utrecht. Yes. Hopelijk breek je door bij Utrecht 1. Jullie ga ik bedanken voor het kijken naar een kijkje in de keuken. En vonden jullie het filmpje nou leuk? Abonneer dan op ons YouTube kanaal. En dan zien jullie mij weer de volgende keer terug bij een kijkje in de keuken. Doei doei!